Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik zal meteen met de deur in huis vallen en vertellen waarom het er vorige week geen nieuwe vlog was. De papa van Christian is overleden, heel onverwachts. Nu, de situatie was een beetje moeilijk omdat door privéomstandigheden er geen contact niets meer was tussen hem en zijn kinderen voor jaren. Maar Christian en ik hebben terug contact met hem opgenomen toen Nini geboren is. Sindsdien was er terug contact tussen hem en ons via de gsm. Hij volgde ons ook op alles. Hij reageerde bijna altijd op alles. Hij belde regelmatig ook. En op die manier hebben we toch altijd een soort van band gehad de afgelopen 3 jaar. Was voor Christian een hele grote stap om na zoveel jaar zijn papa terug te zien. Er zijn ook in de privé dingen geweest. Maar ja, de papa deed het nu wel goed. En dat vind ik nu dus ook zo pijnlijk. Hij heeft nooit de kans gehad om dat te kunnen tonen dat hij het nu wel goed deed. Hij wilde ons heel graag zien. Ik wilde Christian daar ook niet in pushen. En Christian had gezegd, ik wil hem wel ooit terugzien. Maar die eerste stap vind ik moeilijk. En daardoor hebben wij dat uitgesteld. En nu, ja, achteraf gezien, ja, te lang uitgesteld, hè. Ja. Hij was zeker super trots op Nini. En hij wilde echt wel een deel uitmaken van ons leven. En ja, je voelde dat gewoon. Dat er echt wel liefde was en dat hij blij was dat er terug contact was. En ik vind het gewoon heel jammer dat het zo snel gestopt is. En ja, dat er geen kans is geweest om die relatie tussen hem en Christian en hem en Nini te zien groeien. We hebben zijn foto gekregen die op zijn kist heeft gestaan. Het was een mooie foto van hem. Die ligt samen, of die staat samen met zijn horloge in onze vitrinekast. En op die manier vind ik voor ons, voor mij en Christian, hebben wij het gevoel dat wij het respectvol en mooi hebben afgesloten. Oh, waarom? Ik ben blij dat we dit nu doen. Ik wil ook niet hypocriet zijn natuurlijk. Want het is natuurlijk Christian zijn papa, dus waarom moet ik altijd zo wenen? Maar ja, ik had het gevoel dat we dit op een mooie manier moesten doen. Het is uiteindelijk nog altijd de opa van Nini. En mijn schoonvader, hoe dat je doet, draait of keert. En voor mij was het gewoon heel belangrijk dat het op een respectvolle manier werd afgesloten. Ondanks wat rammel in het verleden zich heeft afgespeeld. Ik vond dat we het einde mooi moesten maken. En daarom ben ik blij met die foto die we gekregen hebben en zijn horloge. Zodat hij niet zomaar in de vergetelput geraakt. Want dat, ja, dat zou ik niet willen. En Christian ook niet trouwens. Want ik spreek niet altijd voor mezelf. Omdat ik niet vind dat ik voor Christian moet spreken. Maar we hebben natuurlijk onder elkaar wel veel gesprekken gehad. En hij is er ook heel blij mee dat we het op deze manier allemaal hebben gedaan. En dat we hem nog gezien hebben en zo. Dus ja, ik denk dat we dat als koppel wel goed hebben aangepakt. Ik wou naar buiten gaan, maar ik bedacht mij net dat ik eerst iets anders moet doen. Ik heb namelijk dit jaar 3 of 4 verschillende soorten aardappelen. Ik heb de purple, deze. Het is een soort truffelaardappel. Ik focus niet, focus die nu wel? Ja. Dan heb ik Lady Crystal. Dat is maar een klein zakje. Dan heb ik eens kijken. Gourmandine noemt deze. En dan heb ik als laatste een iets groter zakje van de Carolus Bio. En wat doe ik met dat pootgoed? Ik kiem dat altijd voor in onze garage. Ik heb gewoon van die eierkartons. En dan zet ik gewoon de aardappel in ieder vakje omhoog met een oog naar boven. Zodat daar al ze kunnen beginnen voorkiemen. Deze begint zelfs al een beetje te kiemen. Ik hoop dat het... Zien jullie dat de kiem al een beetje komt? Dat is dus wat we willen. Dan geven we de aardappel gewoon een voorsprong. En zo gaan we maar verder.
Wat is nu de ideale standplek om ze te laten voorkiemen? Dat is op een iets wat koelere plaats, maar wel niet natuurlijk bijvoorbeeld in de vries of zo buiten. Maar op een koelere plaats en genoeg licht, dat is wel belangrijk. Dan krijg je mooie sterke kiemen en dan kunnen ze mooi starten als je ze in de grond legt. Ook het ajuinenpootgoed is al toegekomen. Ik heb er hier nog liggen. Ik heb een beetje verschillende rassen weer genomen. En dan weer wat zaden. Ik was vergeten dat ik die daar bij had besteld. Dus oeps. En dan heb ik dit gratis gekregen. Dit zijn naamstokjes met een vaste stift. Een watervaste stift. Dus heel blij. Deze ben ik echt benieuwd naar als dat gaat lukken. Het is een soort mini watermeloen die buiten kan groeien. Dus hoeft niet in de serre. Dus ik ben heel erg benieuwd als het gaat lukken. Hij noemt Sugar Baby. Heel lang geleden in een video toonde ik jullie dat ik samen met Ninietje knoflook plantte. En zoals jullie zien is dat helemaal goed gekomen. Ik heb nog één soort knoflook dat ik ga planten. Maar dat ga ik nu niet doen omdat ik het met de frisweer niet zo goed aandurf. Maar dat is olifantenlook. En dan ben ik heel erg benieuwd om jullie het verschil te kunnen laten zien door het jaar heen met de gewone look. Ik heb al wat gezaaid. Maar de opkomst is wel matig. Dus ik ga nog opnieuw moeten zaaien. Maar dit is wat ik al voorlopig heb. Ik heb eindelijk een project afgemaakt dat ik al heel lang wou afmaken. Ik zet juist mijn podcast op pauze, maar hij wil niet. Nu is hij stop, denk ik. Dus, mijn project. Dat is om. Ik heb een soort tipi gemaakt waarin dat mijn klimbonen gaan aangroeien. Deze heb ik gemaakt met gewoon bamboestokken en natuurlijk touw. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Hier heb ik het touw gebruikt. Hey Izzy! En zo is de constructie. Ik ben er super blij mee. Als het goed werkt of niet, dat gaan we dit jaar ontdekken. Izzy! Gekke doos! Wat doe je nu allemaal? Ja, pas op! Als het goed gaat werken of niet, dat ga ik dit jaar wel ontdekken. Maar goed, ik ben er blij mee. Dat is niet het enige wat ik heb gemaakt. We wandelen nu heel even naar de andere kant. En dan zien jullie hier iets minder mooi. Maar goed, een soort van... ik ga het gewoon even een soort bedconstructie noemen. Ik heb hier vorig jaar bloemen gehad. Hier komen dit jaar opnieuw bloemen. Maar mijn bloemen vielen op een gegeven moment om. En de bedoeling wat ik in mijn hoofd heb is dat de bloemen hier doorgroeien. En dat ze langs voor en langs achter en tussenin steun hebben. Dat als de wind ze wil duwen ze niet uit die vak kunnen. Want het wordt een soort van volle massa bloemen zeg maar. Allemaal verschillende soorten, een mix bij elkaar. En dan zitten ze een beetje gevangen in deze frame. Als ik het goed uitleg. En dan helemaal daarboven. Heb ik ook een soort tipi gemaakt, maar dan met touw, omdat mijn bamboestokken op waren. Wou ik dit ook eens proberen, hoe dat dit gaat bevallen. Maar je hebt dus, een kleintje is het wel maar. Omdat ik ook gewoon totaal nog niet weet waar ik wat wil zetten. Dus ik moet een beetje opletten. Maar hier heb ik dus ook weer dezelfde soort tipi gemaakt. Ga ik even hier naar boven wandelen. Kunnen jullie het zien? Maar in plaats van dan hier latjes tussen te doen, heb ik het touw hier tussen gespannen. En de bedoeling is dat hier dan ook een soort van klimbonen of peultjes aan gaan laten groeien. En dan ga ik eens testen wat het mij het best bevalt. Ja, Yoshi, dat is niet de bedoeling. Maar je bent wel heel lief. Oh, en daar is hij ook weer. Ah ja, dat doet. Is hij nee? Hallo iedereen. Ik lig al in bed, dus het is een beetje slecht. Licht. We zijn vandaag naar het appartement van mijn schoonvader gaan kijken. Om te zien wat er allemaal staat. Want ja, we moeten dat leegmaken. En ik vind dat gewoon zo'n harde realiteit. Dat al die man zijn persoonlijke spullen, en dat is in het algemeen zo, die was er waarschijnlijk aan gehecht. Hè? Zijn kleren, zijn meubels, dat was voor hem zijn eigendom. Maar als een persoon dan overlijdt, wordt dat zo precies waardeloos. Zo. Niemand kan die meubels gebruiken. We moeten er vanaf.
Zijn kleren, ja, niemand wil die, dus dan moeten we maar gewoon weggeven. En het is gewoon voor mij, ik denk er allemaal zo veel te ver over na, maar dan denk ik, ga, die man was er ooit echt op gesteld en wij willen er nu vanaf. Dat is gewoon, het is gewoon zo triest, ook al weet ik dat het bij iedereen zo is. En ook gewoon dat de huurbaas zegt van ja, hoe sneller je het leegmaakt, hoe sneller een nieuwe kandidaat is. Ooit was dat die man, al ja, voor jaren was dat man, die man zijn thuis. Die woonde daar graag. En binnen een maand of twee woont er dan alweer iemand anders of zo. En dan denk ik, ga, hoe snel gaat het? Dat een mens zo gewist wordt of zo. Ja. Het is de eerste keer dat ik dat allemaal van dichtbij meemaak. En ik moet zeggen dat het mij allemaal wel, ja, wel iets met mij doet. Wauw, wauw, wauw. Zo chic. Bravo. Wake up. Ja, wat is dit nu weer? Sneeuw. Ik dacht dat we naar de lente waren en toe gaan. Ik ga nu heel voorzichtig naar huis rijden, want ik hou er dus echt niet van om in de sneeuw te rijden. Ik ga Nienetje halen en dan ga ik naar mijn oma, want die gaat pannenkoeken pakken. Eigenlijk ben ik er verwend aan. Maar mee, ik kom eraan. Nee. Hey.